Kijkers, van harte welkom bij deze aflevering van Focus, een dagelijkse productie van het Nationaal Informatie Instituut. In dit programma wordt de focus gelegd op de activiteiten die voor de samenleving van belang zijn. Vandaag in Focus. Nikeri krijgt nieuwe spoedeisende hulp, kinderen Brokopondo blij gemaakt met schoolpakketten, Centrale Markt Paramaribo krijgt schoonmaakbeurt, sproeierinstallatie voor ananas aanplant Vedra en kosten om Suriname te representeren altijd minimaal. In de media wordt er momenteel bericht gedaan over bedragen gekoppeld aan de reis van vicepresident Michael Aswin-Adin. Dit heeft nogal voor wat ophef gezorgd in de gemeenschap. Terwijl de kosten van regeringsdelegaties om Suriname te vertegenwoordigen in het buitenland altijd zo minimaal mogelijk worden gehouden. De vicepresident zal president Boutersen vertegenwoordigen tijdens de 74ste algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York. Nee, laat me starten aan te geven dat het drie reizen zijn. Als eerst heb ik een uitnodiging in Israël. Dat is een missie die heel belangrijk is. Daarna naar India en daarna pas naar New York. Het belangrijke bij Israël is natuurlijk dat we uitgenodigd zijn. U weet, we hebben onlangs goedgekeurd in het parlement Agrarisch Industriepark. En we hadden de indruk dat de mensen nog niet goed begrepen wat eigenlijk zo'n agrarisch industriepark inhoudt. Het is die hele keten, vanaf outgrower tot inkopen, tot verpakking, tot verwerking, marketing en afzet. En dat we genoeg volume hebben, want volume is vaak het probleem in de agrarische sector en afzetmarkten. En dat gaan we dan in Israël met de technologie, hoogwaardige technologie, daar zelf zien wat eigenlijk LR Group en de Israëliërs hier zullen komen implementeren in Wanica. En in Saramaka. Dat is voor 1500 jobs en outgrowers die er zullen komen. Maar het is belangrijk dat we daar filmen, de situatie hoe het daar is en hoe we dat kunnen projecteren in Wanica, zodat men een goed idee heeft en voor de landbouwers hier, voor de bewustwording. Want u weet, het gaat om een heleboel mensen bij elkaar te krijgen in coöperatief verband, dat men een beeld heeft van hoe het zal werken. Zodat als we in het veld gaan en we gaan beginnen die contracten ready te maken, met de landbouwers te praten en geloof te krijgen hierin, dat men goed weet wat het inhoudt. Daarvoor moeten we naar Israël om dat te krijgen, ook op uitnodiging van de HC. En om daar een goed beeld van te krijgen. Tweede ga ik naar India. Eerst was India een persoonlijke uitnodiging, maar al snel is het uitgebouwd. De mensen van de universiteit die me uitgenodigd hebben, hebben gezegd, nou, de thesis die ik heb gepresenteerd, dat is eigenlijk een doctoraal thesis van mij, waar ik al jaren aan gewerkt heb. 20 jaar bijdrage in de Vedanta filosofie. En daarop hebben ze gemeend een waardering te geven. Ik heb het een jaar uitgesteld en ik heb gezegd nee, nu moet ik gaan. Maar wat ze hebben ontdekt is dat die bijdrage nu zij op een hoger platform willen krijgen. Dus wat is gaan gebeuren? Men wil dat ik een college draai op de universiteit van Delhi. Dat is een prestigieuze universiteit. U weet, ik kom ook uit het docentenleven als 7-jarige gedoseerd op onze universiteit. Daar ben ik ook docent geweest. Nu wil men dat ik over het topic. En wat is het topic? Men heeft me gevraagd om te praten over Vedic Science, Law and Society. En wat mijn thesis gaat inhouden, mijn college gaat inhouden naar de vele studenten van de Universiteit van Delhi, is hoe vanuit de Vedanta filosofie wij in Suriname, een multiculturele setting, wij hebben kunnen dragen aan natievorming en decolonization of the mind. U weet dat het concept van decolonisatie een eigen soortige weg is dat we hebben gevolgd in Suriname. Alles dat we natievormend met trots hebben gedaan de afgelopen 10 jaar, ook in deze 2 termijnen, ga ik daar presenteren voor India op de universiteit, zodat op het academisch niveau dat begrepen wordt en dat men ziet wat Suriname heeft gedaan als klein land, om vrede te behouden, natievormen te werken, decolonization of the mind. En men wil dat ik het dat doe vanuit de Vedanta filosofie. Dus eerst was het een persoonlijke
uitnodiging, maar nu is het een uitnodiging geworden van de Delhi University, van de Lovely Professional University. Ze willen me een waardering daarvoor geven. Dus ik heb gezegd, dat is het toch iets geworden van het niveau van de universiteiten. En ik heb daarom de kosten daar voor mezelf ook proberen zoveel mogelijk zelf op te brengen. Maar je weet, de president, vice-president maken aanspraak op daggeld en dat soort zaken. Dus die kleine vergoedingen zijn er wel. Maar het gaat voor Suriname een groot moment worden, waar wij kunnen showcasen en de wereld kunnen wijzen wat we hebben kunnen bewerkstelligen qua natievorming en decolonisatiegedachten. En zeker vanuit de Vedanta-filosofie. Daarna kom ik terug naar Suriname en vertrek al snel om de president te vertegenwoordigen bij de Verenigde Naties. En dat is de vraag die u eigenlijk stelt van waarom zijn er zoveel kosten daaraan verbonden? Nou, als het van mij afhangt, Michael, als u nadien, dan zeg ik van, ik heb vroeger veel transport gereden, taxi gereden, ik woon in mijn auto, ik zou liefst gewoon zo kunnen gaan als burger, maar dat is wie ik ben. Maar als vicepresident, ik kan dat niet uithalen voor een vicepresident en de staat en natie Suriname zo uitdragen. Ik begrijp dat dat ook met kosten gepaard gaat. Er is een representatieve kamer dan opgesteld, niet voor mij persoonlijk. Toch? Het is daar gemaakt voor alle bilaterale meetings. U moet voorstellen dat je daar presidenten, vicepresidenten en ministers moet uitnodigen. Dan kan je niet Suriname daar vertegenwoordigen met een kamer van 3x3. Dus wat men dan doet is, men heeft een één kamer, een grotere kamer gehuurd, die men, waarbij men dan mijn team, dat is de minister van Buitenlandse Zaken, ambassadeurs en alle ondersteunenden, tegenover welk ander team dat we in een bilateral zullen hebben. Dat wil zeggen bilaterale gesprekken met als het premiers, presidenten, ministers. En we weten, we moeten met de VP van Ghana praten, we moeten met Barbados praten. Dus er zijn heel wat meetings voor 7 dagen. Ik praat alleen 1 dag. Dat is de UN-adres, 26 dacht ik. Maar alle andere dagen is gevuld met meetings en bilaterals en je moet dat representatief doen. Dat zijn ook de prijzen die in New York. Ik boek de kamers trouwens niet. Dat zijn de deskundigen die dat doen en zeggen, dit is de ruimte die we 1 ruimte direct beschikbaar stellen voor alle kader die daar gaat moeten zitten. En uiteindelijk de verdediging gaat moeten doen. En je wil uiteindelijk iets representatiefs hebben. De kostenbesparing in deze is, wij moeten met de premier van Barbados nog praten, de VP van Ghana. En een heleboel andere premiers die als wij zij naar Suriname zouden brengen, per persoon 1 tot 2 miljoen onkosten zouden maken. Dat weten we. We hebben vaker hier mensen gehad. Ook dat is wel trots dat wij dat hebben kunnen doen. Maar als dat alles opgeteld, ben je al op 20 miljoen, 30 miljoen kwijt. Als je dus al die gesprekken apart zouden moeten doen. Dus heel innovatief bedacht door Buitenlandse Zaken om te zeggen, luister, u bent toch 6 dagen daar. Doe alles zoveel mogelijk meetings met zoveel mogelijk mensen. En daarvoor moet een representatieve kamer zijn. De mensen die allerlei dingen zeggen van het zijn hoge kosten, het zijn de prijzen van New York zelf. Maar wat verwacht men de mensen van iemand die het staatshoofd vertegenwoordigt of als vicepresident? Ik kan meneer Trump of Motley of Modi even niet in de gang ontmoeten en een hand schudden. Zo werkt het niet, toch? En je moet die mensen op een correcte manier ontvangen. Vandaar dat er 1 ruimte is, meer ook een vergaderruimte met een kamer, dat wij dat kunnen doen. En men geeft aan, ja, belastingbetaler. Wij doen het voor de belastingbetaler, we doen het voor elke burger. Anders hoeven we helemaal niet te gaan. U weet dat het van mij afhangt. Ik kan niet langer dan 4, 5 dagen, dan begin ik me al te vervelen, wil ik terug naar mijn land. Maar je moet het doen. Het is een plicht van elk land om geopolitiek te bewegen. Jezelf ook je stem te laten horen, zodat ook als er situaties zijn, je kan steunen op andere landen. Maar ook wanneer je punt moet maken dat Suriname ook een stem heeft, ook in de Verenigde Naties, moet je daar zijn. Dus in dat kader moet ik zeggen, men moet zich niet druk gaan maken of zorgen gaan maken. De kosten zijn 100 malen minder dan als je alle vergaderingen apart zou doen. De kosten zijn altijd minimaal die wij maken om representatief te zijn voor Suriname. Als het van ons personen afhangt, dan nemen we een kleine kamer en dan zijn we klaar. Maar ik ben niet daar, Michael, als je nadien. Ik ben daar ook de vicepresident en ik moet Suriname op een waardige wijze vertegenwoordigen. Dus ik denk dat we met deze 3 missies, die heb ik ook bij elkaar gebracht. Zodat ik persoonlijk minimaal
in het buitenland hoeft te zijn. Want u kunt begrijpen, we zitten naar de jaarreden toe. Er moet heel veel gedaan worden nog voor de termijn. Al is het nog heel kort. De termijn moeten we ook goed de doelen die we hebben gesteld afhandelen. Dus ik moet zoveel mogelijk hier zijn. Ik wil zo min mogelijk. Daar heb ik alle drie dienstreizen dan geclusterd bij elkaar. En we denken dat met deze voorbereidingen, minimale kosten die we gemaakt hebben, en bewust zijn dat we een stem moeten laten horen. Ook in Israël goede bijdrage, India een goede bijdrage en New York zeker een goede bijdrage. We een goede dienst zullen bewijzen aan de staat Suriname. De schooljeugd van het district Brokopondo heeft in het kader van het Sustainable Development Goals schoolpakkettenproject schooltassen met inhoud in ontvangst mogen nemen. Het betreft een project van de UNSDG Jeugdambassadeurs dat gefinancierd wordt door het ministerie van Sport en Jeugdzaken, waarbij Grasalco NV deels is ingekomen voor de pakketten van het voornoemd district. Door het mijnbouwbedrijf zijn in totaal 2000 schooltassen met inhoud beschikbaar gesteld. De schoolpakketten zijn op woensdag 11 september verstrekt in het district. Dit gebaar moet de pupillen tot steun zijn om het komend schooljaar goed te starten. Sinds 2008 bij de eerste aangewezen jeugdambassadeurs. En dat waren Melvin Bova en Eldus Bigley. En het is begonnen met een klein aantal. Met de gedachtegang toen de Millennium Development Goals. Dat waren de doelen die eigenlijk ook ervoor moesten zorgen om de aarde een betere leefplek te maken voor mens, plant en dier. Dus UNO. En men heeft gezegd, we gaan daarmee starten. En het is begonnen met een aantal van 250, denk ik. En zo heeft men het elk jaar opgevoerd. En nu, daar wij jeugdambassadeurs zijn, hebben we gezegd, we gaan dit project continueren. Samen met de overheid en in het bijzonder de partners. En dat denk ik gelijk aan Grasalco, die de pakketten van Brokopondo gesponsord heeft. En dat zijn 2000, de DC zei het al. Ik geef aan jullie daarvoor het applaus daarvoor. Ik ben Sivanen Hammen, UNSDG jeugdambassadeur. Tezamen met mijn collega Sherman Panza en ook ons korps organiseren wij het jaarlijks terugkerend schoolpakkettenproject. Waarbij wij dit jaar landelijk in alle 10 districten 40.000 schoolpakketten zullen distribueren. De achtergrond of de achterliggende gedachte hiervan is aan de hand van doel nummer 4, Quality Education, van de 17 United Nations, de Sustainable Development Goals, dat we dit project uitvoeren. Het is een handreiking naar de jongeren toe om te zeggen van, ga naar school. Door middel van deze tas, door middel van de inhoud, proberen wij dan een fundament te leggen voor een goede basis, voor een goede toekomst. En als wij als jongeren dit samen begrijpen, als wij als jongeren dit samen doen, dan denk ik dat het goed komt met de jongeren van Suriname. En dit project wordt gecontinueerd en mijn collega en ik moesten het voorzetten. Omdat als je kijkt naar de gedachtegang, dat is wat ik net zei, een betere toekomst te scheppen voor de jongeren van Suriname, dan is het sowieso dat we het moeten continueren. Daarom zijn we hier. Myasandi amanya ucha,
guascoro. Even mak dan je pakken van een mooie guascoro. Moet je zoveel mogelijk gaan studeren. En als je op school bent, dan zijn er een paar dingen waar je moet letten. Een succesverhaal van iemand die naar school is gegaan, als stuka, als halen papira, als maar dat, nog betere moro, en je mag kunnen gaan. Iedereen heeft dezelfde capaciteit, allemaal hebben zelf vermogen voor kan stuka. Alles maar abing. Maar je moest gebruiken, je moest oefenen, je moest proberen. Als je een bicycle dat je niet rijdt, dat je poten aan zee. Tegen je bakken, abant je zakken, papa keert je op rust toe. Voor zo je hersenen ook toe. Je hersenen moet je dan gebruiken, je moet je lazy. Je moet je dan lazy. Dat is een belangrijk zijn voor scoren. Je moet lezen. En als je niet eruit komt, vraag iemand. Lezen, hou vast. Het tweede is luisteren. Niet alleen naar je vrouw, maar ook naar je ouders. Maar je komt daarop terug straks. Maar begin te luisteren naar wat je vrouw je zegt. Wanneer je naar je vrouw luistert, heb je al de helft van je leerstof begrepen. Als je in de klas zit, luister, arkies aan je vrouw tegen je. Luisteren, lezen, luisteren. Dan heb ik nog een derde tip. Proberen, oefenen. Wanneer je je vrouw heeft uitgelegd en je hebt gelezen, als je zelfs niet hebt geprobeerd, ga je niet kunnen doen. En dan maakt het niet uit als je één keer hebt geprobeerd en het is niet gelukt. Dan probeer nog een keer. Dan probeer twee keer. Dan probeer derde keer. Vier, dan probeer zoveel mogelijk dat het lukt. En als je vastzit, wanneer je naar school gaat, vraag de juffrouw om je uit te leggen. Die drie dingen heb ik steeds toegepast. En nog meer andere dingen. Maar die drie dingen zijn basis voor me geweest om te komen waar ik moet zijn. In ons reisdistrict, het district Nikeri, is op woensdag 11 september 2019 het lint doorgeknipt om toegang te geven tot de nieuwe spoedeisende hulp. De minister van Volksgezondheid, Antoine Elias, en de minister van Openbare Werken, Transport en Communicatie waren aanwezig bij dit heugelijk moment. U alle kijken hier en leest MMC We Care. En We Care betekent we nemen zorg voor de zieke mens. En in de afgelopen periode hebben we allemaal mogen meemaken, mogen we getuigen zijn, dat het Medisch Mongra Centrum zich steeds blijft verder ontwikkelen. Het staat niet stil, het is een dynamische medisch centrum, kan je zeggen. En vol trots heb ik het ook benadrukt tijdens de viering van 140 jaar Nieuw Nikeri. MMC staat niet alleen voor de Nikeriaanse gemeenschap, maar we verlenen onze diensten ook in het Kabalebo-gebied en ook verder Tapuripa en verder. Dus dat geeft aan dat eigenlijk in het westelijk deel van Suriname MMC een bijzondere bijdrage levert. En met haar bestaan hier zien we dat er ook andere zaken bij komen. Dus behalve dat we voor de zieke mens zorgen, zijn we ook bezig om voor een gezonde Nikeri te zijn. De slogan eigenlijk van MMC heb ik steeds blijven volgen, dat zij kwalitatieve zorg willen leveren. Ze willen preventief bezig zijn. En ik denk dat minister Elias daarin kan schitteren. Want hij zegt, we moeten ervoor zorgen dat we geen zieke gemeenschap hebben. Maar natuurlijk, u begrijpt, een ziekenhuis gaat niet draaien wanneer we geen zieke mensen hebben. Maar daarmee geef ik aan dat wij niet willen dat we een zieke samenleving hebben. We werken naar een gezonde samenleving, want een ziekenhuis, gezondheidszorg, heeft een bijzondere bijdrage. Niet alleen zieke mensen zorg dragen, maar we zorgen voor mensen die meegetrokken worden, mensen die
gemotiveerd worden, onderwezen worden in alle opzichten om goed en gezond te kunnen leven. En dat is dan ook een bijzondere bijdrage van het ziekenhuis. Het is mooi. We willen niet gebruiken, maar indien nodig wordt het gebruikt. Inderdaad, broeder Sido, u zegt zoveel hebben eraan gewerkt en u hebt namen genoemd. Maar ik denk dat de afgelopen 6 maanden ieder die in het ziekenhuis is geweest, heeft bijgedragen omdat ze het ongerief hier hadden moeten doorstaan. Omdat als je verbouwt in je huis, dan heb je heel wat ongerief. Iedereen wordt dus bedankt. En inderdaad, de trendsetter, dokter Cleo Jesseren en Joke Pelswijk. Ik mag u zeggen, als zij aan de linkerkant van de gang liepen, ging ik gelijk naar de rechterkant. Want hun vraag was steeds, wanneer beginnen we met de spoedeisende hulp? Maar u begreep, een spoedeisende hulp verbouwen gaat niet zomaar. Ons grootste hoofdpijn was, waar gaan wij de patiënten toch provisorisch redelijk goed onderbrengen? En toen kwamen ze ook met dat plan. Maar dan waren er ook financiële middelen. Ik moet u zeggen, de middelen zijn vrijgemaakt. En als ik zo kijk, ik ben nog benieuwd hoe het er van binnenuit ziet. Ik heb het alleen maar op papier toen gezien. Er zullen wel wat wijzigingen gekomen zijn. Maar ik ben echt benieuwd hoe dat zal zijn. Als minister van Volksgezondheid is een van de prioriteiten van de regering. Volksgezondheid. Voor heel Suriname. We hadden al een SIH, maar die was niet zo ruim. Nu hebben we een ruimere SIH. De patiënten die hier zullen komen, zullen dan ook eerder geholpen kunnen worden. De behandeling. We zien allemaal dat het MMC bezig is met uitbreiden. Vroeger moesten we voor bepaalde dingetjes naar Paramaribo. Maar nu kunnen we dan bijvoorbeeld in Ikeri. We hebben nu ook bijvoorbeeld gynaecologie, internist. We hebben ook een one-stop-shop. Noem maar op. Sedert een aantal jaren zien we dat MMC constant bezig is met het uitbreiden. Hierdoor hoeft de Nigeriaanse gemeenschap niet constant naar Paramaribo te gaan. We kunnen dan ook hier in Nigeria terecht. Want als we naar Paramaribo gaan, zijn er ook kosten aan verbonden. En we weten allemaal hoe zwaar het is. Goede gezondheid brengen naar de bevolking. Dus wij als Nigerianen stellen dat verschrikkelijk op prijs en we zijn heel blij met die ontwikkeling. Er was al een SEH, maar net als wat er gezegd is, je kon maar 3 mensen per keer opnemen en onderzoeken natuurlijk. Maar nu, de tijdgeest brengt ons naar moderne zaken. Dus in dat kader heeft dus MMC gemoderniseerd. Nu kunnen er 6 bedden. En er kunnen meer activiteiten gepleegd worden hier. Gezondheidszorg brengen dichter bij de mens. Hij heeft dus aangehaald dat apotheken komen in de oostelijke polders. Apotheken komen in de westelijke polders. Dat eigenlijk helpt de burger om in je eigen omgeving je zaken te doen. We hebben lang daarop gewacht. En eindelijk is het zover. Op welke afdeling werkt zuster Vreese? Op de kinderafdeling. En is het noodzaak dat ook een kinderafdeling is opgenomen bij SEH? Ja, dat is ook zo. Maar hier denk ik is voor de observatie dat het hier is in de SEH. En daarna worden ze verwezen naar de kinderafdeling als ze worden opgenomen.
Om de ananasaanplant Tevedra een boost te geven, is er onlangs een sproeiersysteem in gebruik genomen. Met dit systeem zal het proces van watertoevoer naar de gewassen vergemakkelijkt worden. Ibe kono ta segena kide molo segena kika no la mo abada kata gala mola ibodi la mola kika no tono dun abada. De bedoeling van het sproeisysteem is dat we dus dan met ons sproeisysteem onze aanplant efficiënt gaan en bemesten bossproeien, voorzien van water wanneer daar nodig is en daarvoor is het speciaal aangeschaft. Met het sproeisysteem betekent van dat we onze aanplant beter kunnen managen, aansturen. En dat betekent dus dan ook van dat je dus dan een betere plantengroei hebt van je ananasplanten. Het systeem werkt als volgt. Je voer af. Sproeisysteem, atteng, nanga watra of dresi, saimu spoiti ji anasi. Nanga wan tractor, baka a tractor, a sproeisysteem, denem baka, atteng denem baka, nanga hydraulic en arm, dat wan taki de arm, de anufu a sproeisysteem e waiga wan si, de je lomsa tap a veld, rijdend op het veld, met je arm uitgestrekt op het veld, ga je dus dan bossproeien. Dat is het sproeisysteem. Johnny la modenye, neni doni la modenye. Johnny la modenye, fantabata la modenye. Ume yarikba, we jere. A president voor wie in haar konden is, maar het gaat over de productiesector. En terwijl de president het gaat over de productiesector, dat hij moeilijk was de man geïnspireerd. En natuurlijk door een extra inspiratie voor de president. Dat is dom, tientje plaatsen, denk ik van wie moest doen, dat is niet op een bepaald niveau voor de productie op in haar konden. Wie heeft alleen sa a wan bepaalde niveau ba, maar ook de trasector de san moet ontwikkelen. En als je die sectoren wil ontwikkelen, dat betekent van dat je die dingen volgens de internationale standaarden moet gaan doen. En we hebben het idee opgepakt met medewerking ook van de regering en, om ons te voorzien in die faciliteiten die we nodig hebben om hier te kunnen beginnen. Lek van Sabi, hoe een waterbron ja zo. Want zonder een waterbron, of land die erbij boren, een waterbron, die heeft na die we mogen gebruiken als sproeisysteem. Want toen moesten ze eten naar water, maar dat je kon eten. En we tek asan die in we praxeren mee. Dat we moesten doen zijn van onze internationale fase. En voor de asan te pa internationale fase, dat betekent dat je moest passen de technologie ook toe zijn die we doen naar door ze konden het voor doen zijn die. De centrale markt Paramaribo is de grootste handelsplaats in Suriname. Momenteel worden er schoonmaakwerkzaamheden uitgevoerd. Deze werkzaamheden moeten helpen aan een aangenamere en vriendelijkere aanzicht voor zowel de marktverkoper als de bezoeker. Wij brengen u het volgende. Wat we nu doen is een reguliere actie. Elke 6 maanden 700 proberen de markt een integrale beurt te geven. Ik heb elke middag hier zo'n 20 zeg maar, van openbaar om te reinigen van zware vuil en zo.
En elke 3, 4, 5, 6 maanden hangt er vanaf hoe vuil het is. En dan geven we het dan integraal schoonmaak. Dan heb je kolkensuikers hier, dan heb je machines hier, dan heb je gedetineerd hier, dan heb je de brandweer hier, dan heb je SWM die ondersteunt. Dat is de OW, minister van openbare werken, die ook allemaal ondersteunt. En zo maken we de hele markt schoon, we blazen alles schoon. En ook met pesticiden, we hebben ook ondersteuning van BOG hier. Ja, BBS en de KPSO. Die marktventer is hier niet meer echt verplicht verlof. Dus marktventer is een positieve verslaving. Ze willen nooit met verlof gaan, maar bij die is niet meer. Als je door Breestraat gaat, denk ik dat ik nog geen 15 marktventers daar heb. Ze zijn allemaal Haitianen, broers en zusters. En dat zijn mensen van zondagse markt en woensdagse markt die we daar hebben. We zijn constant bezig met rehabiliteren van die stand. Dat is dagelijks. Dat doe ik al 2,5 jaar samen met die mensen van Santa Boma. En ze zijn nu hier. Ik heb dagelijks 10. Nu voor deze activiteit heb ik 25 stuks. En we wassen de markt, we schilderen wat geschilderd moet worden, we metselen, we doen van alles hier. Kijk, we zijn ook bezig met de nusbedrijven. We hebben hier al, we doen al basokaarten hier, we hebben Yunus gebouwd, basokaarten hier. We bouwen de Yunus en zij moeten alleen maar binnenkomen. We hebben basokaarten hier snel georganiseerd door minister van Verlosse Santé, de heer Elias, en minister Misikaba. En meneer Oosteling is ook niet zo, die wacht op ons. Telen zullen we nog hier aansluiten, dan krijgen we een incasso van SWM hier. De markt is een toffe werkvloer. Het wordt de hele dag vervuild. En daarom maken we elke dag schoon. En mensen zijn geneigd om rommels in hun kasten te houden. Maar ik heb steeds gezegd dat we op gaan letten. Maar je gedoogt het omdat je moet weten, we zijn in de markt dat BK 60 jaar oud is. En je hebt presidenten gehad, ministers gehad, DC's gehad en merkmeesters gehad die dingen gedoogd hebben. Dus ik kan niet in één hit komen en alles kapot slaan. Dus ik heb me voorgenomen om beetjes bij beetjes te doen. Soms met sancties, soms praten we, praten vreselijk veel. Omdat als je met mensen praat en dat gaat in hun verstand zitten, dat is het beter begrepen. Dus het is een immens werk, maar we geven niet op. We doen hier ook brokodil, we werken dag en nacht. Wij zijn gekomen aan het eind van Focus. Bedankt voor uw aandacht. Tot de volgende keer.